It's number one. De hele toren staan vier steunpoten. Machtig mooi gemaakt dit. Dit ding is namelijk ook zelf de auto van de week zelf. Dat is voor de honden open en dicht maken, zodat ze niet thuis zitten de deur open kunnen maken. Dit is voor het langzaam draaien. Ja. Dit is voor de snelheid omhoog, hoe snel die omhoog en omlaag gaat. Mm-hmm. Dit is voor stoppen, dit is omlaag, dit is omhoog en dit is voor die langzaam draaien. Oké, okay. En dat is verlichting. Ja, dat is allemaal verlichting. Noodstop, reset. En dit is dan timer. Ja, dan kun je alles mee instellen. Oké. Okay. Ik ga beginnen wanneer die omhoog gaat gooien en alles. Oké. Okay. Dit is de derde of vierde toren ooit gebouwd. Dat zie je dat de kabel in de toren zit. Dan zijn we around the world. Helemaal boven in de toren. Het is een fijne zweefmolen op grote hoogte. Zo, naar boven. Genieten van het uitzicht. Zo op grote hoogtes. Wat een mooi uitzicht hebben we hierboven. Heerlijke machine. We gaan weer zakken. Nou, we zijn weer veilig geland. Hop voor de volgende rit, voor de volgende rit. Oké, zonder Around the World, een nieuwe rit, een nieuwe ronde. Yes, we gaan beter eruit te zien. Around the World bovenop. LED-verlichting erin. Mooie plankjes en boompjes ervoor. En dan netjes afgewerkt wordt hij. Dit is wel een hele mooie foto van dat ding. Die is namelijk gemaakt bij ons in Leiden.